Burgemeester, er wordt slecht weer voorspeld voor morgen vrijdag. Zal het echt zo erg zijn? Wel, morgen rond 13:30 verwacht men een grote storm langs de zeedijk. Het is juist springtij en met een noordwestenwind kan dat hele hoge golven teweeg brengen. Waarom zijn het strand en die zeedijk afgesloten? Wel, wij willen wel onze mensen beschermen. Wij willen dus geen wandelaars tijdens die periode op het strand. We raden ook af om op de zeedijk te wandelen. Best van al blijf je tijdens die periode wat binnen. Zijn er nog andere maatregelen genomen? Ja, men kan op de werf zandzakjes halen. Mensen van de zeedijk en de zijstraten van de zeedijk, die kunnen op de werf dus de zandzakjes afhalen om langs de deur te leggen. Ik vraag ook om eigenlijk te controleren dat zoveel mogelijk loszittende stukken verwijderd worden of vastgemaakt worden, zodat ze geen schade aan mensen of gebouwen teweeg brengen. Zijn er nog andere kritieke plaatsen in Middelkerk behalve de zeedijk? Nee, het is enkel langs de zeedijk en de zijstraten van de zeedijk dat men heel, heel goed moet oppassen. Kuiten en surfen mag ook niet, veronderstel ik? Nee, dat is verboden. Wat als de burgers nog andere vragen hebben? Wel, wij hebben met het gemeentebestuur een speciaal nummer. En het nummer is 059 31 99 58. Of raadpleeg onze website voor de laatste nieuwe heden.